Dit zijn enkele frames die ik gebruik voor sprang. Met stevig karton kun je vrij eenvoudig een frame voor sprang maken. Om de sprang op te zetten gebruik ik breivisjes. Je moet wel oppassen dat de opzetkoorden mooi strak blijven, zodat de spanning van de draden regelmatig blijft. Dit grote frame heeft gaten aan de zijkant, zodat ik de stokken kan verplaatsen als de spanning op de draden te groot wordt. Van Fanny Nijman leerde ik dat je de spanning van de draden ook kunt regelen door de opzetdraden met een zogenaamde schroef te bevestigen. Je maakt allereerst met dubbele draad een lus. De lus gaat achter het frame langs en het uiteinde van de draad gaat er doorheen. Dan begin je de draad om de stok te winden. Zo'n 10 keer of meer. Zet het uiteinde vast aan de andere stok. Het frame is nu klaar voor gebruik. De spanning is heel gemakkelijk te regelen met de schroef.